Hallo Nintendo fans, welkom bij een nieuwe Miitopia video. Ik ben Wooloo en Red kwijtgeraakt. Ze staan daaronder. En dan gaat hier iets gebeuren, maar ik weet niet wat. Dus als je dat wel zin doet, een duimpje mogen, vergeet niet te abonneren. En dan gaan we snel kijken. Wat gaat hier gebeuren met Blue Machu en met Steve? Blue Machu zegt, hoe zou het met de anderen gaan? Dat is een hele goede vraag, vriend. Ah... Ondertussen zijn Wooloo en Red hier. En Wooloo zegt, laten we verder gaan. Dus Wooloo en Red die zijn nu ook samen aan het chillen. Probleem is wel, Wooloo en Red hebben geen Epona. En ze hebben ook geen Iwata. Dus dit zou nog wel eens tricky kunnen gaan worden. Dit wordt nog wel een lastige opgave, denk ik. Als wij samen moeten gaan battelen. En Red zegt, ja, dat was schrikken die aardverschuiving. Nu zijn we de rest kwijt. Zullen ze zonder ons verder gaan? En dan kunnen we ook maar beter op weg gaan, zegt Wooloo. Ja, zeker weten. Let's go. Let's go. Ik hoop dat jullie het allemaal overleven, vrolijke vrienden. We moeten een keuze maken. Naar boven, naar rechts of naar beneden. Laten we gewoon naar boven gaan. Waar komen ze uit? De stemming is gespannen na zo'n lange reis. Wat gebeurt er? Sloop alsjeblieft gelijk die bom, jongens. Anders heb je een probleem. Kijk, ja, we gaan nu problemen... wat gebeurt er? Ik moet strooisel gooien. Ik ben heel benieuwd of zij dit samen kunnen fixen, jongens. Pak die bom. Sneller. Dat lukt niet. Oh my god. Daar gaat Wooloo al. Waarom is Wooloo zo'n woesie? Wooloo kan echt amper klappen verdragen. Kom op, Wooloo. Man up. Oké, ze zijn allebei weg. Ik heb wel al mijn levenselixer strooisel moeten gebruiken. Dus ik hoop dat de volgende battle niet te zwaar wordt. Ik ga in ieder geval kistje openmaken. En dan hoop ik gewoon dat we bij een herberg zijn. Ja, gelukkig. Hey, ik ga Red even een beter pakkie geven. Die kost niet zo heel veel geld. Kostte maar een klein beetje geld. Nou, en Wooloo die wil weer een nieuwe toverstaf. 1300 money. Nou, laat ik hem maar gewoon geven. Ik bedoel, dat is de kracht van Wooloo, toch? Zijn toverstaf. Ja, maar Wooloo, die moet echt dingen gaan eten. Zijn afweer, die moet omhoog. Ik heb alleen niks wat zijn afweer omhoog brengt. Nou, dan gaan we maar weer, hè? Ja, we kunnen bij elkaar. Oh, hoefden we maar één ronde te doen. Oh, super nice. Yay! We zijn weer bij elkaar. Yes, het team is herenigd. Ondertussen wil Epona met Wooloo chillen. Wooloo is lekker aan het opruimen hier in de stal. En die heeft een wortel gevonden. Ah, ik dacht eerder dat hij scheid zou vinden. Maar hij vindt gewoon een wortel daar. Weet je zeker dat het een wortel is, Wooloo? Was het niet een beetje een bruine wortel toevallig? Laten we doorgaan. Ik koop ook gelijk even een nieuw pakkie voor Wooloo. Dat is wel een mooi pakkie. Daarmee gaat de afweer namelijk omhoog. En de afweer is echt hetgene wat keihard omhoog moet bij Wooloo. Maar Wooloo gaat de hele tijd dood, dus ja. Let's go! We gaan weer met z'n allen. Ik ga natuurlijk wel eerst even deze kist pakken. Nu we weer met z'n allen zijn, mag dit geen probleem zijn. Wat zit er in de kist? Een zilveren dolk en die is voor Red. Kijk, daarmee gaat ze aanval van 45 naar 51. Heel nice. Die wordt in één keer een heel stuk sterker. Nou Red, je mag hem gelijk uittesten op deze bommen. Let's go. Beam. Wat een goed idee. Ik denk dat die bom nu ontploft. En als het goed is gaan dan alle bommen gelijk in één keer kapot. Ja. Oeh, nice. Ik ga een level omhoog. En Wooloo gaat een level omhoog. En Epona wil weer met Wooloo chillen. Ja, ik snap wel dat je als paard gewoon met een schaap wil chillen. Dus ik bedoel, jullie spreken dezelfde taal, toch? Oh, ik ben er ook gezellig bij komen liggen. Trouwens, als je dit een leuke video's vindt, doe even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren, zodat je geen enkele video mist. Dat zou ik super tof vinden. En dan ben ik heel benieuwd wat er gaat gebeuren in deze freaking vuurberg. Of we hier onze andere matties gaan vinden die zijn kwijtgeraakt op ons avontuur. En Wooloo die vindt iets op de grond en dat is een lekker MP-snoepie. Nou, nice. Geniet ervan, zou ik zeggen. Oké, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Hier is het hele team. En Blue Machu vraagt... Hey, wat is dat? Dat lijkt wel op gegrom, zegt Iwata. Misschien is het een hond. Of is het een hele meute honden? En Iwata zegt voorzichtig, want het doet me denken aan... Wat? Een driekoppige Cerberus hond. De waakhond van de onderwereld. Oké, helhond Cerberus. En die heeft het gezicht. Je zag het. Van onze tank. Van Shadow. En het gezicht van Zucker. En het gezicht van Toad. Wat? Gaan we hier in één keer drie van onze matties bevrijden? Oké. We hebben een goddelijk geschenk erbij gekregen. Hyperstrooisel verworven. Gebruik dit mysterieuze strooisel om de krachten van een Mii te versterken. Oh, dat is wel sick. Hiermee kan een Mii meer schade aanbrengen in gevechten. En kun je het gevecht in het voordeel beslissen. Hier, Wooloo. We gaan gewoon allemaal. Allemaal in hypermodus. Gewoon gelijk. Let's go. Let's go. We zijn allemaal hyper. Lekker. Pak hem aan. Oké, Wooloo krijgt gelijk pijn. Nee, laat Wooloo met rust. Ja, dat bedoel ik dus. Dat de afweer van Wooloo echt omhoog moet. Waarschijnlijk was het niet slim om nu al de hyperstrooisel te gaan doen. Anyway, let's go Steve. Let's go.
Oh, ik kan ook niet meer kiezen wat ik doe omdat ik nu hyper ben, joh. Ik doe dus meer damage, alleen ik heb geen idee meer wat ik aan het doen ben. Ik hoop maar dat we ze gewoon genoeg pijn doen. 63 en 89, dat doet wel heel erg veel pijn. Kom op, Brad. Hoeveel HP heeft die gozer nog over? Oké, nu moeten we de stroosel gaan doen. Gewoon gelijk HP-stroosel erop gooien voordat Wunu weer kapot gaat. Go, go, go. En gelijk weer HP-stroosel erbovenop. En lekker hyperen met z'n allen, jongens. Wat ga je nou nog een keer aanvallen? Ja, hij heeft natuurlijk 3 koppen. Dus hij kan 3 keer aanvallen. Dat is op zich ook wel logisch. Oké, nu zijn wij weer aan de beurt, toch? Pak hem, Wulu! Nee, Wulu, je moet een andere aanval doen. Oké, Steve en Red gaan mij allebei helpen. Pak hem! Bim, bim, bim! Ik heb geen idee hoeveel HP deze Cerberus hond nog heeft. Want dat kan ik nu niet zien, nu we allemaal hyper zijn. Mr. Iwata doet weer bliksem. Red is weer wat rustiger geworden. En Red gaat even zelf aanvallen. Steve is koppig. Die wordt nu aangevallen. Ik word aangevallen. En Wulu wordt aangevallen. Wulu is ook weer rustig. En mijn HP-stroosel is op. Dus ik hoop dat het goed blijft gaan. We kunnen nu wel even zien hoeveel HP hij nog over heeft. Hij heeft 1/3, denk ik. Iets meer dan 1/3 nog over. Come on! Let's go, Steve! Hoppakee, vuurspuwende Red. Wulu sloopt zich uit, nu doet de vuuraanval. Ja, het gaat wel goed. Oh, vuurcel van Iwata, die doet altijd pijn. 109 damage. En Red doet een wervelwind. Ik denk dat hij echt bijna kapot moet zijn nu, hoor. Oh, ik heb geen HP-stroosel meer. Steve is bijna neer. Ik denk dat Steve het niet gaat overleven. De volgende aanval. Wulu leeft nog wel, nog net. Wulu neemt een banaan. Steve hield zichzelf ook. Oké, top. Hij is bijna kapot, jongens. We moeten gewoon heel hard aanvallen nu. Come on. Lentebriesje, iemand help me. Niemand help me. Ah, Iwata, maak hem kapot. Doe een vuurzaal. Nee, hij doet een bliksem. Red, jij dan. Maak hem af. Hij leeft nog steeds. Wulu, jij dan met een vuuraanval. Nee, nog steeds niet. Ah, nu hebben we een probleem, jongens. Red gaat kapot. Ja, Red is weg. Steve is ook weg. Ik kan ze weer tot leven wekken, maar ik denk dat ik gewoon moet gaan aanvallen. We moeten vol op de aanval. We moeten meneer deze beurt gaan verslaan. Kom op, jongens. 44 eraf. Iwata, doe alsjeblieft iets goeds. Bliksem. 28. Ja! We hebben hem. Oh, het had geen beurt langer moeten duren, want dan hadden we het waarschijnlijk niet gered. Maar hier, Tootje, Zucker en Shadow's gezicht, jongens. En dan zegt Steve, makkie. Terwijl hij net down is gegaan. Steve gaat wel naar level 13. En de bonuspunten gaan naar Red, die nog net geen level 12 wordt. Wat een heavy battle, jongens. Maar kijk eens, onze matties krijgen hun gezichten terug. Ja. Zucker, Toot en Shadow. Ze zijn alle 3 terug. Lekker. Wat een opluchting, zegt Zucker. En Shadow zegt alleen maar... Shadow heeft gewoon zin in bananen. Welkom terug, Toad. Welkom terug, Zucker. En welkom terug, Shadow. Oh, ze zijn ook gelijk hier, joh. We hoeven ze niet meer te zoeken. Dat is nice. Maar de andere 3 zijn in het slot van de duistere vorst. En Zucker die zegt, ik kijk er niet naar uit, maar laten we gaan. Samen lukt het ons, zegt Shadow. Inderdaad, laten we gaan, zegt Toad. En Shadow zegt tot later. Toad en de anderen zijn onderweg naar een herberg. We hebben er nu 6 gered, zegt Iwata. Volgens mij heb je nu genoeg vuurkracht. En dan zit de taak erop van Iwata. Nee! Nee, ga niet weg. Ah! We hadden de hulp van Iwata natuurlijk nog steeds goed kunnen gebruiken. Maar hij heeft ons verlaten, jongens. En kijk eens. Tootje is terug. Zucker is er weer bij. En ook Shadow. En ons huis begint langzaamaan vol te raken. En Shadow wil gelijk even een nieuwe stijl uitproberen. Ja, wat prachtig, jongen. Supermooi kapsel. En nu is het dus echt de vraag. Wie gaan we meenemen? Laat even in de reacties weten welk team van deze gasten nou het best is. Want ik weet het gewoon niet. Wie moet ik nou meenemen? Kijk, want nu moeten we dus gewoon gaan kiezen, hè? Ik twijfel toch een beetje over Wulu, omdat hij toch wel vaak doodgaat. Zal ik Steve, Zucker en Red meenemen? Of moeten we Shadow de tank toch ook pakken? Ah! Dit is echt zo'n moeilijke keuze, joh. En waarschijnlijk moet ik mijn teampie ook gewoon gaan trainen. En het lijkt wel op het kasteel wat we eerder zijn tegengekomen, maar dan een stuk donkerder. Ik heb geen idee of we dit gaan kunnen met ons team. Dat moet het slot van de duistere vorst zijn. Kom op, laten we onze vrienden gaan redden. We zullen die duistere vorst eens laten zien wat we van hem vinden. Zijn we hier wel sterk genoeg voor? What up, skeletten? Schedeletten? Scheteletten? Hotseflots. Ik zal jullie eens aanpakken, alle 3.
En ook de derde skelet is weg. Red gaat nu naar leveltje 12. Ik denk dat we Mr. Iwata ook wel gaan missen hoor, jongens. Die deed af en toe ook super veel damage in één keer. In de vorige battle had hij ook zo'n aanval dat hij 108 damage in één keer deed. Hier is Kirby. En die zegt, het is hier nog heter dan in de sauna. Mijn kleren en hoed zijn doorweekt. Misschien voel ik me beter als ik alles gewoon uittrek. Rustig, Kirby. Hou je kleren nog eventjes aan, alsjeblieft. Hij gaat ons weer een adviesje geven. Neem het geheime pad en dan pas vind je de verborgen schat. Oké, duidelijk. Maar hoe weten we wat het verborgen pad is dan? Epona en ik gaan naar level omhoog samen. En Shadow en Steve ook, die gaan naar level 2. Ik denk dat het wel goed is om Zucker en Red dan even bij elkaar in een kamer te zetten. Want die moeten natuurlijk wel betere matties gaan worden. En terwijl we weer op weg gaan, zegt Bloomachu, de wijze man, Mr. Iwata is er vandoor en nu ben ik verdrietig. Het is eenzaam zonder hem. Maar we kunnen best wel zonder de wijze man, zegt Steve, want ik ben er ook nog. En daarom mis ik hem dus, zegt Bloomachu. Vindt Bloomachu Steve eigenlijk niet zo aardig of zo? Steve is best prima. Oeh, Zucker die krijgt gelijk een harde klap. Ik ga Steve even hyper maken. Gewoon alleen Steve. En dan gaan we zien wat er gebeurt. Dus even kijken. Steve gaat even een tik uitdelen. Zo, de Griffioen die is alvast weg. Zucker die mag op het paard. Beam. En nu mag ik ook op het paard. En dan gaan we eens even snuiven en dan zijn ze weer weg. Kussie! Gnoomhampie met extra sterren. Ja, dit komt uit een professioneel gnomenrestaurant, jongens. Dit kunnen alleen de beste gnoomkokers maken van ons. Oké, we hebben te maken met lentebriesjes. En Red die valt ze gelijk even aan, dat is heerlijk. Steve en ik vallen er samen heen aan. En ze beginnen natuurlijk allemaal zelf weer te healen. Ik dacht dat Zucker eigenlijk wel hele goede aanvallen had en zo, maar Zucker valt me nu een klein beetje tegen. Misschien ga ik Zucker toch weer even verwisselen straks met iemand. Hij is eigenlijk alleen maar gewoon normaal een beetje klapjes aan het uitdelen. Hij doet niet echt hele bijzondere dingen. Maar wie gaan we dan terug in het team doen, hè? Ik ben benieuwd of Zucker in deze battle iets gaat doen. Alhoewel, het zijn bommen. Als we één bom laten ontploffen, dan zijn we klaar. Ja, daar gaat hij al. Oh, ziek idee. Doei! Bommenbattle was niet zo moeilijk. Zucker gaat wel naar level 12. Misschien dat ik dan Shadow in het team ga doen in plaats van Zucker. Wow, 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 wow. We hebben hier een optreden van Zucker en Shadow. Die beginnen ook betere matties te worden. Ze zijn al level 3. Ja, ik ga toch even Zucker uitschakelen. En dan neem ik Shadow wel even mee. Eens even kijken hoe dat gaat. Maar eerst mogen we een quiz doen. What up, professor ook? Wat ben je nou hier weer aan het doen? Zelfs hier verzin je de leukste quizzies. En dit is de Mii-parade. Moet een heleboel gezichten onthouden. We hebben maar één kans. Gaat het lukken? Oké, we gaan een heleboel gezichten onthouden. Welke gezichten komen er langs? Hagrid? Brock? Bubbles, Goomba, hoe heet ze ook alweer? Ik vergeet altijd haar naam. Bubbles was dat. Hoeveel personages liepen er voorbij? Ja, dat waren er 4. Ja, goed. Zijn we klaar? Was dit het? Hey, lekker. We hebben de quiz weer volbracht. En daarvoor krijgen we 3 game tickets. Doei, doei, houdoe. Ik had liever geld gehad, maar hey, je kan niet altijd geld krijgen in het leven. Oh, ik ga opstijgen. Dit doen we nu voor de eerste keer. We zitten samen op een paardje, Shadow en ik samen. En er wordt gevraagd om een strijdkreet voor Steve. We back in the mine. Dat zeggen ze toch altijd? Ik heb geen verstand van Minecraft, maar ik vind het leuk klinken. Oh, we gaan even nog barbecuen tussendoor. Heerlijk, lekker een beetje kanen. Shadow heeft een lekkere paddenstoel. Shadow, je mag zelf die paddenstoel lekker opeten. Geniet ervan. En dan gaan we weer gezellig door in de ochtend. Maar waarom zitten we nu samen op een paard? Ik ben wel benieuwd of dit iets gaat betekenen voor de eerstvolgende battle. Oké, daar zijn 2 duistere griffioentjes. Dat zijn op zich wel sterke enemies. Red gaat gelijk aanvallen via Epona. En Red zijn MP is naar de klo. En ook Shadow zijn MP is naar de klo. Dus Shadow die... Wacht even. We kunnen zijn MP wel weer teruggeven. We hebben strooisels. Ik heb niet voor niks strooisels. Hier heb je gelijk ook je HP terug, Steve. En jij ook, Shadow. Kijk, ik kan nu op een paard gaan zitten. Maar ik kan niet mijn speciale move doen. Geen idee wat dat betekende. We gaan in ieder geval even snuiven. Geen speciale harde snuif. Dat klinkt echt heel raar. Maar de eerste griffioen is kapot. En Shadow, jij mag de tweede proberen te slopen. Of Red. Hij leeft nog, joh. Maak hem kapot, jongen. Wat? Kom op, Steve. Beam, beam. Het duurde best wel lang, eigenlijk. Die griffioentjes zijn best wel aardig, volgens mij. Die zijn best wel goed. En kijk eens wat voor goede matties Epona en ik worden. We zijn dol op elkaar. We zijn niveau 17. Ik wil heel graag door naar niveau 20 of zo. Ja, Shadow en Steve, die beginnen echt beste matties te worden. Elke keer als ze in de herberg komen, dan willen ze gewoon met elkaar praten. En Steve die zegt, er zat gisteren een beestje op je gezicht. Zeker weten, ik kon het heel goed zien.
Ik ben het geen seconde uit het oog verloren en Steve vraagt volgende keer om een foto. Lekker bezig, guys. Jullie zijn lekker aan het bonden. Level 4 samen. Helemaal top. Eigenlijk moeten Red en Shadow even in één kamer komen, want die zijn samen nog level 0. Anyway, we kunnen nu naar het slot van de Duistere Force, jongens. En we zijn binnen. En wat hier gaat gebeuren, zie je in de volgende aflevering. Dus wil je dat niet missen, druk op die abonneerknop en vergeet niet de video te liken voor de support. Dat zou ik super tof vinden. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!